Precies, 10 jaar geleden werd de Nijmeegse Stadsbrug de Oversteek geopend. Daarom was er hoog bezoek tijdens de dagelijkse Sunset March. Precies 10 jaar geleden werd die geopend, de nieuwe Stadsbrug de Oversteek. Elke avond gaat de verlichting van deze brug lamp voor lamp aan in een tempo waarop je mee kan lopen. Dit wordt dan ook al sinds de opening iedere avond gedaan. De Sunset March heet dat. Ter gelegenheid van het jubileum liet donderdagavond ook burgemeester Bruls mee over de brug. Samen met wethouders van Elveren, Broeren en Vissen. Ja, we hebben net de Sunset March gelopen. Een door veteranen, een Nederlandse veteranen opgezette wandeltocht. Die ze elke avond, als de zon ondergaat, houden. Ter herinnering de 48 Amerikaanse soldaten die betrokken waren bij de oversteek op 20 september 1944. Het begin van de bevrijding van Nijmegen. En ja, het is echt heel mooi dat het hier plaatsvindt. En vandaag is heel bijzonder, want dit is precies 10 jaar nadat de brug in november 2013 in gebruik is genomen. Dus een hele speciale Sunset March. Men heeft ooit bedacht, een jaar of 9 geleden, heeft meneer Tim Ruiling, die er vandaag ook bij was, die heeft toen bedacht van, het zou toch mooi zijn om die herinnering aan die soldaten, en waar de brug ook haar namen heeft gekregen, de oversteek, de crossing, het oversteken van de Waal, als we dat wat meer nog kunnen doen dan alleen maar die brug en die lampen die uitgaan. En hij heeft zich laten inspireren van, hey, die lampen gaan aan op wandeltempo. Als we nu elke avond bij zonsondergang gaan overlopen, dan hebben we een blijvende herinnering. En hij is gewoon begonnen met een paar mensen en ze zijn blijven wandelen. En elke keer wat andere gasten, vandaag met deze groep mensen die betrokken zijn geweest bij het ontwerpen en nadenken over de brug. Maar komen ook vaak militairen uit de Verenigde Staten of groepen mensen elders uit het land. En het is vrij doorgaan. Je zou het kunnen vergelijken, kennen met de Last Post in Ieper in België, die elke avond wordt geblazen. Nou ja, dit is de Nijmeegse variant daarop. Burgemeester Bruls liep samen met andere wethouders namens de gemeente de Sunset March mee vanwege het jubileum van de oversteek. Ja, vandaag was het extra speciaal omdat het precies 10 jaar na de opening van de brug was. En we hebben zitten nadenken, moet je daar een groot feest voor geven of iets anders? Nou, dat vonden we misschien wat overdreven in deze tijd. Die brug wordt gewoon gebruikt. Er wordt overheen gefietst en gereden. En we dachten dat het wel passend was om de Sunset March met een aantal wethouders, ikzelf en heel veel mensen die betrokken zijn geweest bij de bouw van de brug, om dat te lopen. Het is een passend eerbetoon aan die veteranen, aan die jonge jongens die hier gesneuveld zijn. Maar ook om op die manier die brug nog eens extra te eren. Want het is en blijft toch heel bijzonder. 10 jaar na dato. Mensen die niet beter weten denken, die brug ligt er al heel lang. Die hoort bij Nijmegen. Maar ik hoor bij degene heel veel anderen die nog weten hoe die brug er niet was. En dit is echt een geweldige toevoeging. En zeg nou eerlijk, het is toch ook een wonder van de brug. Hij ziet er ook nog mooi uit. De gemeente Bergendal heeft een voorwaardelijke dwangsom opgelegd aan de bewoners van een pand waar in september een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk werd aangetroffen. De politie trof in de woning in september naast zelfgemaakt vuurwerk ook 1200 stuk Cobra 6 aan en enkele duizenden stuks illegaal knalvuurwerk. Het ging om zoveel en zwaar vuurwerk dat bij ontploffing grote schade zou zijn toegebracht, zegt de gemeente. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen wil dat de stemcomputers zo snel mogelijk terugkeert in de stembureaus, omdat stemmen op papier logistiek steeds meer vraagt van ambtenaren en vrijwilligers. Het risico op hacken moeten we maar voor lief nemen, zegt de burgemeester. In Nederland werd van 1991 tot 2007 al elektronisch gestemd. De stemcomputers werden weer ingeruild voor papier en rood potlood, nadat bleek dat de apparaten niet veilig waren. Inwoners van de gemeente West-Maanse Waal planten vandaag honderden meters haag aan om het leefgebied van de patrijs te versterken. Burgemeester Vincent van Neerbos deelde vanochtend plantmateriaal en zaaigoed uit. De actie is een initiatief van de gemeente en natuurorganisaties. Er wordt door vrijwilligers vandaag op 15 percelen in totaal 730 meter haag aangeplant. Ook wordt er 2170 vierkante meter ingezaaid met een zaadmengsel dat geschikt is voor de patrijs. Het aanplanten van hagen en kruidenranden moet ervoor zorgen dat de patrijzen voldoende beschutting en voedsel kunnen vinden. Het is vandaag Black Friday en dus gaan er veel producten met kortingen over de virtuele toonbank. Grote aantal pakketjes passeren de revue in het distributiecentrum in Elst om alles op tijd op de deurmat te krijgen. Het is eigenlijk de hele week al druk.
Maar vandaag denk ik toch wel de meeste pakketten. En dat loopt door tot januari. Dus even schouders eronder met z'n allen. In Gelderland zijn er 2 depots. 1 in Apeldoorn en 1 in Elst. Hier in Elst verlaten er vandaag zo'n 52.000 pakketten het sorteerbedrijf op naar een nieuwe eigenaar. Deze periode is altijd een gekhuis, noem ik het. Het is een Black Friday. Die begint al 2-3 weken voordat Black Friday eigenlijk is. En we zien gewoon een proces wat continu veel langere dagen, veel langere uren, veel meer mensen aan het werk dan voorheen. PostNL wordt al onder de loep genomen vanwege de arbeidsomstandigheden en de hoge werkdruk. Ik kan me er wat bij voorstellen, maar het is ook een beetje hoe je je dag zelf indeelt. Je kan lopen rennen als een gek, zodat je 2 uur eerder klaar bent. Of je kan gewoon leuk je werk doen en contact houden met de mensen. En dan heb je een veel leukere dag dan dat je de zweet uit de naad werkt, zeg maar. Vorig jaar liepen we een beetje achter de feiten aan op een gegeven moment. Maar daar is speciaal voor deze periode rekening mee gehouden. We hebben extra shiften. We hebben extra chauffeurs aangenomen. Het hoofdkantoor komt helpen. Extra auto's ingezet. Dus wat dat betreft wordt er heel veel gedaan om voor iedereen de druk een beetje houdbaar te houden, zeg maar. En dan nu snel jouw pakketje bezorgen. Mensen zijn blij met hun pakketjes. Het is zwaar. Maar ja, dat is maar 4 weken. En over 4 weken dan wordt het weer rustig en dan gaan we weer door met alledaagse dingen. Nu word je op Black Friday natuurlijk volop verleid om allerlei nieuwe producten te kopen. Maar echt duurzaam is dat natuurlijk niet. We gooien tegenwoordig veel te snel iets weg, terwijl het misschien ook nog wel gerepareerd kan worden. Om mensen hier bewuster van te maken, zijn er regelmatig repaircafés open in de regio. Hier kun je niks kopen, maar wel je oude producten weer een nieuw leven geven. We zijn hier nu bij het repaircafé in Nijmegen. In plaats van om vandaag op Black Friday een nieuwe melkopschuimer te kopen, ben ik benieuwd of ze deze kunnen maken. Nou, wij repareren alles wat mensen hier in de buurt defect hebben en niet onder garantie gerepareerd kan worden. En de vrijwilligers die zorgen ervoor, als het kan, dat het gerepareerd wordt. Black Friday verleidt je tot het kopen van nieuwe spullen. Je gooit dan misschien iets weg wat eigenlijk nog gerepareerd kan worden. Nou, dat is eigenlijk zonde. Zonde van het geld en zonde van alles wat er gebruikt wordt. Dat is ook de reden dat we met het repaircafé aan de slag zijn gegaan. Ja, er wordt best veel gerepareerd. Want het aanbod wat er aan kapotte apparaat is als je de grote getallen bekijkt in Nederland, wordt ongeveer 60% kunnen we repareren. En die 40% daar weet je dan ook zeker van die kan naar de dag toe. En dan gaan we eventjes kijken naar deze hier. Nee, daar doen we wel eigenlijk. Maar ik heb de volgende. Dat komt door die camera. Ja, dat vind ik. De camera is goed. Is de stroom uitgevallen? Hoe is de stroom hier in de kamer uitgevallen? Toen het licht weer aanging, kon de melkopschuimer opengemaakt worden. Fabrikanten gebruiken vaak schroeven waarvan de meeste mensen geen schroevendraaier hebben. Je kan dan het apparaat zelf niet openen en koopt sneller een nieuwe. Bij het repaircafé hebben ze deze gelukkig wel. Ruik eens. Oh ja. Kijk eens. Oh wow. Hier kun je zien, die is zwart. En hij stinkt helemaal naar verbrand. Dus ik denk dat hij hier een kortsluiting in heeft zitten, toch? Helaas zijn er elementen helemaal doorgebrand en behoort mijn apparaat tot de 40% die niet meer gered kan worden. Het voordeel is wel dat ik nu weet dat de melkopschuimer echt kapot is. Heb je zelf iets wat je wil laten repareren, dan kun je het hele jaar terecht bij een repaircafé bij jou in de buurt. Hier in Hatert is het 1 keer per maand, maar in elke buurt is er een repaircafé op een bepaalde dag open. En dat is bewust voor elk repaircafé een andere datum gekozen. Dus eigenlijk kun je elke week wel ergens iets inleveren. Na een dag met veel buien wordt het vanavond en vannacht wat rustiger. Het aantal buien neemt af en de temperatuur valt terug tot zo'n 1 à 2 graden boven nul. Morgen lijkt een beetje op vandaag. Buien, bewolking en zonnige momenten wisselen elkaar af. Alleen de wind zal een stuk krachtiger zijn met windstoten tot 80 km per uur en het wordt morgen een graad of 8. Zondag wordt voorlopig de beste dag met weinig tot geen neerslag. Wel is het hoofdzakelijk bewolkt en staat er een matige wind vanuit het westen. Maandag belooft vervolgens een vrij natte dag te worden. Maximum temperatuur van 5 graden zorgt er wel voor dat er kans is op wat natte sneeuw. De rest van de week komt het kwik overdag nog maar enkele graden boven nul uit en zal het 's nachts enkele graden gaan vriezen.
Tot zover het RN7 regionieuws van vrijdag 24 november. Nu op RN7 zie je weer een nieuwe NEC-update. En daarna kijken we nog even terug naar de Sinterklaas-intochten uit de regio van afgelopen weekend. Een heel fijn weekend en we zien je graag maandag weer terug.